Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag is het de dag van Celina haar baby shower. En ik ben zenuwachtig. En ik moet eerst nog gaan stemmen, het is 8 uur. Dus ik ga nu stemmen, want anders ga ik te laat zijn. Allee, om 10:30 moeten we daar zijn, dus ik heb wel nog tijd. Maar toch, de baby shower gaat trouwens door bij Celina Jelle. Dus de schoonzus van Celina en de schoonbroer. Ja, hier was gewoon niet mogelijk om 15 mensen, denk ik, te zetten. Dat ging gewoon niet gaan. Dus we gaan het daar doen. We zijn gisteravond gaan versieren. Ik zal daar ook nog een stukje van laten zien. Hallo! Hey. Hey. Hallo! Wij zijn hier iets geheim aan het doen voor Celine. Zoals jullie allemaal weten, Celine is zwanger. En we hebben een baby shower georganiseerd die morgen plaatsvindt. En we hebben de tafel gedekt. We hebben vlagjes gehangen, ballonnen gehangen. Daar hangt nog een slinger met Hello Baby. We zijn nu nog het bestek aan het uitzoeken. En dan is alles klaar voor morgen. Denk ik niet dat hij gaat denken dat wij hier allemaal gaan zijn. En dan surprise! Surprise! Dus wij zien jullie morgen. Okay, wij zijn onderweg om te gaan stemmen. En naar mijn... Nee, ik weet niet wat ik wil zeggen. Maar ik moet in Bilze gaan stemmen. Hoe zeg je dat? Dat je dat niet wilt. Naar mij. Met grote teleurstelling moet ik in Bilze gaan stemmen. Met grote teleurstelling. Omdat er van alles fout was gelopen met mijn inschrijving hier in Hasselt. Omdat mensen mij ergens anders hebben ingeschreven. Ik weet niet wie, maar er zijn maar twee opties. Dus ja, daardoor was er een heel gedoe. Waardoor ik nu in Bilze moet gaan stemmen. Voor het district Tongeren. Sorry voor wie in Bilze en Tongeren woont. Het kan allemaal goed zijn, maar ik wil daar niet gaan stemmen, want ik woon daar niet. Amai, mijn buik. Ik hoor hem. Oh, ik heb honger. En ik moet in de driesprong gaan. De driesprong? Stemmen. Ik weet zelfs niet eens wat dat is. Maar ja, aangezien ik toch voor een stad stem waar ik, waar ik niet woon en niks mee te maken heb niet meer en ook nooit meer ga wonen, ga ik denk ik gewoon blanco stemmen. Dan gaat mijn stem verloren, maar ik ga niet voor een stad stemmen waar ik niks mee te maken heb. En ik heb ook mijn opzoekwerk niet gedaan over Bilze en wie daar allemaal in het bestuur en blablabla zit. Als dat nu Hasselt was, dan had ik dat wel gedaan, maar ja. Ik heb dat wel gedaan, ja. Ja, jij wel, hè. Maar ja, ik heb ook gekeken, omdat ik dacht dat ik in Hasselt moest stemmen. En dan heb ik mijn opzoekwerk gedaan. Maar blijkbaar moet ik dus in Bilze gaan stemmen, hè. Vervolgens. Oké, let's go. Let's go. Het is niet zo ver. 19 minuten. Tjauke, zij die gaan stemmen, groet er. Hallo iedereen. En Celine heeft normaal gezien niks door, dus ik ben kei benieuwd. Oké. Okay. Oh, ik weet het al niet meer, hè. Wat stelde die? Deze actie staat aan het kijken van de ZV. Ofwel stuurt ze dat simpel door naar mij of zo en dan houdt mijn GSM zo. Ja, maar dan lezen we. Ja. 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 Je kunt ook mijn GSM. Maar kunnen we dat niet in stukjes doen? Wat zit je eigenlijk? Ja, wat zit jij allemaal? Jullie? The real life. Ja. En ik ben Thalisa. En wij sturen de actie To the Roof of Africa. Deze actie staat in het teken van VZW Dog Happiness. En we proberen mishandelde en verwaarloosde honden een beter leven te geven. Dus willen we jullie graag vragen om ons te steunen. Nog eens? Dat was mislukt, hè? Wauw! As you can see, we're home. Of ja, toch in de garage hier. En Laurens is ook mee. Waar is Laurens? Laurens! Wat? Niet verstoppen, hè, hier in het donker. Sam. Ah. Oké, gelukkig.
dacht dat je ging weer stappen. En wij gaan. Ik ga je dat goed voor dat eten? Ik weet het nog niet. Ik ga zien. Hè. Ah. Wat wilt jij weer stappen? Hij gaat niet met dat bord. Ik zag hem ook eens spelen. Ja. Ik dacht, nee, dat gaat niet. Hey Laurens. Hoi. Oké, de mannen zijn weer frietjes gaan halen. Binnenkort ben ik om te rollen, hè. En we gaan terwijl de documentaire van Chris Brown kijken. Op Netflix staat die. Dus ik ben kei benieuwd. Ja, niet vloeken in de vlog, hè. Dat is vervelend. Dat is niet waar, hè. Grapje, hè. Hey, Milky. Smakelijk, hè, jongens. Smakelijk. Merci voor de frietjes, Laurens. Hey. Het is ondertussen alweer een stukje later. Het is 10:10 s'avonds. We liggen in bed, want we zijn heel moe. We hebben met Laurens nog de documentaire van Chris Brown gekeken. Was wel interessant. Dat is wel goed. Ja. En daarna hebben we... iets van... I'm a Killer. Ja, gekeken. Dat is zo'n serie over moordenaars in de gevangenis. En Laurens is net doorgegaan en hebben we ons klaargemaakt. En nu gaan we slapen. Want het was vandaag een lange dag, maar wel een leuke dag. Wel leuk, ja. Hopelijk vonden jullie het leuk om dit te zien. Dus zeker duimpjes omhoog. En wij zien jullie morgen.